De supporters van FC Lisse vieren feest voor de wedstrijd tegen GVVV. FC Lisse in het geel en blauw won dit seizoen nog geen enkele thuiswedstrijd. En als je dan tegen een ploeg moet die al 6 wedstrijden ongeslagen is en je mist ook nog eens de geschorste Martin van Ewijk, dan zijn de voortekenen niet goed. En GVVV begint sterk, ziet ook Robert de Ruiter. Ruststand 0-0, grote kans voor Jeremy de Graaf, maar die mist de overtuiging in het afronden. En Doelman van der Werf kan redden. En als je dan wat kansjes krijgt en je benut ze niet, ja, dan is daar zo'n voetbalwijsheid. Hè? Ter Schegend krijgt de bal niet lekker weg. En dan een ongelofelijke scrimmage voor het doel van Johan Jansen. En dan is het de goede die de trekker overhaalt na een uur voetballen. Komt FC Lisse op 1-0. Het lijkt wel kopvolley in de 16 van GVVV. Jansen zit mis. Vermeulen legt hem klaar voor de goede. En Lisse op voorsprong. De Graaf, balverlies. En de tegenstoot van Lisse. Is dat geen buitenspel van Bouwmeester? Het wordt niet gegeven. En hij kan doorgaan en 2-0 maken. En dan is dat binnen 4 minuten 2 keer raak voor Lisse. Rick Bouwmeester is de naam. Het is een tweede van het seizoen. Hij kwam over afgelopen zomer van AZSV in de hoofdklasse spelen. Die, ja, we kunnen het niet zien op deze beelden. Hij is wel ver weg, maar dat bewijst niets. Bouwmeester bleef cool oog in oog met Johan Jansen. FC Lisse op 2-0. En dan moet GVVV een list verzinnen. Danny de Leeuw. Latou Perissa. En als die ballen er ook al niet ingaan, dan wordt het zo'n middag. En zo'n middag was het voor GVVV. Voor het eerst sinds begin september. Weer eens een nederlaag voor de Veenendalers. GVVV.